Piet Janssen, jullie nieuwe technisch manager is Rob Meppelink. Waarom hebben jullie voor hem gekozen? Hij is iemand met ervaring op verschillende gebieden. Zowel jeugdopleiding, technisch directeur geweest bij RBC heel lang. Hij kent Den Haag goed, heeft hier ook gewerkt. En in de gesprekken kwam hij naar voren als iemand met passie en passie voor ADO. Nu gaat hij een dubbelfunctie vervullen, namelijk hoofdopleiding en technisch manager. Waarom gaat hij deze dubbelfunctie vervullen? Daar hebben we voor gekozen. We hebben een uitgebreide discussie binnen de club gehad hierover. De nadruk ligt in eerste instantie op jeugdopleiding. Maar ik vind dat er een soort samenwerking moet zijn tussen jeugd en BVO en scouting. Dat moet eigenlijk één geheel worden. Ik noem dat een soort integrale visie, moeten we daarop op gaan maken. Daar gaat hij de lead in innemen. Dus ook heel belangrijk is natuurlijk gewoon de jeugdopleiding daarin. Daar heeft hij ervaring mee. We beginnen in deze dubbelfunctie met de nadruk op jeugdopleiding. Vervolgens gaan we over een half jaar kijken hoe dat functioneert. Wat mij opvalt is dat hij technisch manager is en geen technisch directeur. Wat is daar het verschil in? Nou, dat is heel bewust voor gekozen voor een managersfunctie. De Raad van Commissarissen vond dat we één directeur zouden moeten hebben in dit bedrijf. En daaronder één managementlaag. Heel bewust. Laten we eerst maar eens zorgen dat we erin blijven. Ook financiële achtergrond. Je moet er even niet aan denken dat we degraderen. Dus laten we dat eerst eens regelen. Vervolgens kan je toe gaan groeien naar meerdere directeuren. Maar dan moeten we iets verder zijn in dit bedrijf. Jullie hebben 5 jaar lang geen technisch directeur of technisch manager gehad. Wat worden nou zijn speerpunten in het eerste jaar? Nou, in eerste instantie starten met de jeugdopleiding. Het beleid vormen. En structuur brengen tussen de relatie jeugdopleiding-BVO. Hoe lang blijft hij aan? Hij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat hebben we heel bewust gedaan. Want als je praat ook over de inrichting van die organisatie, praat je bij de jeugd over lange termijn. Dan moet je niet iemand een contract geven van een jaar. Dus we praten daarover onbepaalde tijd. Hij gaat zich ook richten op de lange termijn. En Henk Vreese gaat zich richten op het eerste elftal korte termijn, zoals de meeste voetbalorganisaties zijn ingericht. Nu spraken we elkaar begin januari ook over deze functie. Ja. Toen was je er al mee bezig. Waarom heeft het dan uiteindelijk nog 3 maanden geduurd? Nou, je probeert natuurlijk ook binnen de organisatie draagkracht te vinden voor de dingen waar je mee bezig bent. Dus ik heb veel discussies gehad met mensen binnen de technische staf, raad van commissarissen. En wat er nu ligt is een gedragen zaak, zoals we het nu gaan inrichten, hoe we het komend jaar gaan ontwikkelen op technisch vlak. Daar heb je gewoon de tijd voor nodig. Krijgt hij de volledige vrije hand in de technische zaken en het aantrekken van spelers? Hij krijgt niet helemaal de vrije hand, want hij zal moeten rapporteren aan de algemeen directeur, zoals in een normaal bedrijf ook gaat. Hij heeft natuurlijk wel bepaalde kaders van wat is het budget, dat krijgt hij mee. Vervolgens zal hij ook intern moeten overleggen met Henk Vreese. Ja, en die twee mannen zijn voor mij heel erg belangrijk dat die op één lijn zitten. En jij blijft tekenbevoegd als enige binnen deze club? Ja, ik ben de enige statutair directeur, daar is nu voor gekozen. En op termijn zou je toe moeten gaan groeien naar meerdere directeuren. Dat zou ook gezond zijn, heb ik altijd gezegd. Daar is nu nog wat te vroeg voor, is het oordeel voor de Raad van Commissarissen. Laten we eerst maar eens zorgen dat we een paar stappen verder op inhoud maken, voordat we die stap gaan maken. En nu? Is er nu rust in de tent met een nieuwe trainer, een nieuwe hoofdopleiding en een nieuwe technisch manager? Ik moet heel diep zuchten. Waar komt dat vandaan? Kijk, het is nooit rustig bij een voetbalorganisatie. Dus dat is ook bij ADO niet zo. In trainingskampen in januari heb ik ook gezegd, wat je ook gaat besluiten, dat heeft effect op mensen. En dat moet allemaal maar eens blijken de komende maanden hoe zich dat verder ontwikkelt.